Hoi allemaal. Allereerst zet niet de zooi achter me. Het is een beetje een wasdag vandaag. Bed in de was, alles in de was. Ik heb nog een mooie tooi op mijn hoofd. Want vandaag wil ik laten zien hoe ik mijn haar doe als ik net heb gewassen. Want ik was het tegenwoordig één keer in de 4 à 5 dagen. Dus wat ik de eerste dag doe is cruciaal voor de rest van de bijna week, zeg maar. Dus het, ja, vroeger waste ik het elke dag. Op een gegeven moment ging het naar om de dag. Toen ontdekte ik het fenomeen droogshampoo en toen ging het naar elke 2 à 3 dagen. En sinds ik deze droogshampoo heb, de Sebastian Drynamic, is het 4 tot 5 dagen kan ik met mijn haar rondlopen. Ik heb het nu gewassen met een nieuwe shampoo van John Frieda. Die heet de Beach Babe. Maar goed, die heb ik nu pas 2 keer gebruikt, dus kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar ik ben sowieso dol op John Frieda shampoos. En dan ga ik nu, nu heb ik een plumeau op mijn hoofd. En dan heb ik altijd vrij veel klitten. Dus om het wat makkelijker te doorkammen, gebruik ik altijd een anti-klitspray. En dit is de Gliscure Hair Repair Total Repair Anti-Klitspray met 19 complexe ingrediënten. En deze is voor droog en beschadigd haar. En dat heb ik. Mijn haar is heel droog. Die schutje, want die bestaat uit 2 componenten. En zo mengen ze dus. En dan spreek ik dat een beetje door mijn haar heen. En dan pak ik de Tangle Teaser. Ik doe dat vrij random. Maar ik begin altijd een beetje aan de onderkant. En dan til ik een deel van mijn haar op. En dan gooi ik er weer een deel bij. Dus dan heb ik eerst de klit uit de onderkant gehaald en daarna ga ik in laagjes borstelen. Nou, en dan hangt het er een beetje van af wat ik met mijn haar wil. Sowieso gebruik ik altijd van Undone by the Insiders de Supernatural Thickening Cream. En ik weet niet of je het goed kunt zien zo. En deze zorgt voor meer sterkte, meer hold en meer fullness, dus meer volume, zeg maar voller haar, dikker haar. En daar heb je niet zo heel veel van nodig. Dat warm je even op tussen je vingers. En dan begin je in de lengtes. Daar verdeel ik de crème gewoon over. En ook aan deze kant. En daarna ook een beetje over mijn haar aanzet heen. Want ik heb vrij fijn haar van mezelf. Iemand was het daar laatst niet mee eens. Maar ik heb heel veel haar. Maar ik heb, tenminste heel veel, voor een blondine heb ik relatief veel haar. Maar het is echt, ik heb echt dun, fijn haar. Maar gewoon heel veel. Maar als ik er dus niks mee doe, dan hangt het echt als een dweil langs mijn hoofd. Dus deze spray maakt het, of deze, zeg maar, soort van pasta, maakt het al iets beter. En wat ik dan normaal al ga doen, nou, ik laat het dan gewoon nu nog even aan de lucht drogen. Dus ik kom zo meteen terug. Maar wat ik vandaag ga doen, is ik ga ook krullen maken. Dus komt er nog een extra stapje bij. Maar dat gaan we zo meteen doen, namelijk de mousse. Maar ik laat eerst dit even intrekken. Maar als ik gewoon een normale werkweek zeg maar, dan doe ik alleen maar dit. En dan föhn ik het droog en dan ga ik door met de stappen. Maar ik doe dus vandaag een extra stap, doordat ik er zo meteen mousse in ga doen. Om het te preppen voor zo meteen krullen maken. Dus ik ga dit nog een klein beetje laten intrekken en dan kom ik zo terug. Zo, nou nu heeft het een beetje aan de lucht nog verder gedroogd. Nou, normaal ga ik het dan nu föhnen, maar omdat ik nu ook een slag in mijn haar ga maken, ga ik nu preppen met mousse. Dit is de Taft Volume Mousse. En daarmee richt ik me vooral op de lengtes van mijn haren. En dan borstel ik nog even door met de Tangle Teaser. En dan ga ik het föhnen en dat doe ik met de Remington. Even kijken, dit is het model D3710 en die heeft 2 ventilatoren en daardoor heeft hij een extra krachtige, extra krachtige motor en ik vind hem heel fijn.
Ik doe niks bijzonders, behalve dat ik begin met even zo feunen om de glans te behouden. En daarna ga ik gewoon random en op het laatst nog even op mijn kop. Maar goed, dat zien jullie vanzelf. Nu is mijn haar geprept en wel. En nu kan ik het dus gaan krullen. En vandaag gebruik ik daarvoor een steltang. Heb je me al vaker zien doen als je het uitgelegd wil hebben. Dan heb ik daar aparte filmpjes van. Maar dit is de Remington. Even kijken. En dit is het model S9500. En die vind ik heel fijn. Ik moet zeggen dat ik hem al een tijdje niet gebruikt heb. Want ik heb de laatste tijd pak ik vrij vaak een gewone krultang. Maar ik had nu wel weer zin in dit. Nou, die is al warm, maar nu komt natuurlijk mijn magische trucje met de droogshampoo. De Sebastian Drynamic is dit dus. Die moet je goed schudden. En dan spreek die op mijn aanzet. Gewoon zoals je normale droogshampoo ook gebruikt. En dat doe ik gewoon door een paar scheidingen te maken en daar een beetje in te sprayen. En een beetje op mijn kruin. Zo. Laat ik heel even intrekken. En dan feun ik dat droog. En dat heb ik geleerd van de kapper. sowieso heb je anders een witte waas. En daardoor masseer je het ook gewoon extra lekker in. Ik vind het heel fijn werken. Dus ik feun dan straks alleen nog even mijn roots droog. Dus dat ga ik nu even van de camera afdoen. Want ja, dat is eigenlijk hetzelfde als wat ik net deed. Het volume zit er wel in, zoals je ziet. Ik maak het weer even platter om goed te kunnen krullen zometeen. Het wordt dus wel wat stugger door de mousse en de droogshampoo en zo. Maar ik vind het persoonlijk niet zo erg. Mijn haar kan wel een beetje extra stugheid gebruiken. Nou, nu ga ik mijn haar verdelen in een aantal secties. Gewoon dat het makkelijker werkt. Dan pak ik mijn steltang, die inmiddels lekker warm is. Ik heb hem op 190 graden gezet, niet te warm. En dan pak ik plukken. Ongeveer dit soort plukken. En dan doe ik hem erin. Draai ik hem een slag. En dan trek ik hem langzaam naar beneden. Zo. En dat is de eerste krul. En zo ga ik door. Nou, dus de onderste helft klaar. Dan is het tijd om naar de bovenste helft te gaan. Dan leg ik dit een beetje naar achteren. En dan zorg ik ook dat het naar achteren blijft. Nou, nu zijn de krullen nog hartstikke warm. Maar er zitten soms een beetje rare staafjes aan het einde. Dus die ga ik nu nog een beetje wegwerken. Hier is bijvoorbeeld nog één stijl plukje. Nou, laat ik dit eventjes een minuut of vijf afkoelen. En dan kom ik zo weer terug. Nou, als mijn haren afgekoeld zijn, is het tijd om ze een beetje, de krullen zeg maar, een beetje los te halen. Dat doe ik gewoon met mijn vingers. Je kunt ook borstelen, maar ik vind dat, ik weet niet, ik vind het bij mij nooit zo mooi. Dus ik doe het liever met mijn vingers. En dan doe ik ook meteen weer een beetje volume erin. Door in die droogshampoo zeg maar te wrijven. Nou. Zo. Dan is het tijd voor wat haarspray. Ik ben niet echt fan van de normale Elnette spray. Maar ze hebben tegenwoordig de textuurgevende formule. En die ruikt ook niet zoals de normale Elnette. En dat vind ik heel fijn. Want dat vond ik het grootste nadeel aan de Elnette haarspray. Namelijk de geur.
Ik vond het echt niet lekker. Maar dit vind ik wel lekker ruiken. En deze geeft dus een beetje structuur. Niet dat ik dat, of textuur, niet dat ik dat nog nodig heb. Maar wel ook nog fixatie. En dat heb ik natuurlijk wel nodig. Ook lekker dat ik het in mijn gezicht spuit. Zo. En dit is mijn haar. En dit blijft natuurlijk niet dagenlang zo zitten. Maar het zakt dan steeds verder uit. En ik vind eigenlijk op de tweede dag vind ik het dan het mooist. Er werd me laatst ook gevraagd hoe doe je dat met slapen. Het wisselt heel erg. Soms slaap ik gewoon, ga ik gewoon zo slapen. Soms doe ik twee knotjes op mijn hoofd. En dan draai ik dus mijn haar in. Gewoon in, draai ik hem langzaam in een knotje. En dan niet te strak. Of soms doe ik één knot op mijn hoofd. En wat ik de laatste tijd ook vaak doe is dan begin ik, ga ik dit draaien zo. En ik doe het nu niet hard want dan ben ik al mijn krullen weer kwijt. Maar dan draai ik ze in. En dan maak ik daarna hier aan de onderkant van mijn hoofd twee knotjes. En dat blijft denk ik wel het beste zitten. Ik vind het niet het lekkerst liggen, maar dat is prima. Maar dus of twee of één losse knot of twee losse knotjes op mijn hoofd. Of ik draai hem al hier in en dan doe ik, doe ik ze hier onder in mijn nek. En als laatste wat je ook kunt doen, als je niet zo lekker vindt om met een knotje te slapen, maar wel een beetje het volume en een beetje de slag wil houden, doe ik gewoon heel los een staart echt boven op mijn hoofd. Echt als een soort palmboom. En dan hou je sowieso het volume erin. En dan wel losjes doen, dat is niet heel strak. En dan blijven de krullen ook wel aardig zitten. Dus nou ja, dat zijn mijn tips om het zo te houden. Maar bij mij blijft het gewoon nu een paar dagen zo zitten. En het zakt dan steeds verder uit en dan wordt het steeds lossere slag. Ik hou hier erg van. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Het is wel even een werkje. Maar ja, als je dat dus maar één keer in de vijf dagen doet. Meestal doe ik het gewoon of op vrijdag of op zondag. En dan was ik soms nog ergens tussendoor een keer mijn haar. Als ik denk, meh, bijvoorbeeld op woensdagavond na het sporten. Wil ik nog eens mijn haar wassen. Maar dan ga ik er niet allerlei toeters en bellen mee uithalen. Dan maak ik wel het föhn en zo. Dat traject doe ik wel. Want dan blijft het dus met die droogstampen blijft het gewoon lekker lang fris. Ik hoop dat je het leuk vond. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog als je deze haarstijl mooi vindt. Als je sowieso het filmpje leuk vond. nogmaals super bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!